Gaat het, Elisabeth? Ja, mensen kunnen God, niet God in één keer begrijpen. Ik bedoel, dan zou je helemaal kierenwiet worden, denk ik, als je dat zou willen. Om uit mijn eigen hoofd en de secte te stappen, gaan we vandaag naar Elisabeth. Ze is een klant van mij. Ik voel ook een vriendin. 69 jaar, staat fit in het leven, heeft zin in het leven en dat inspireert mij als jonge gast heel erg. Vanuit mijn ja, en dan cool. kan ik ook gewoon zo omhoog doen. Vandaag gaan we het hebben over het volgende onderwerp. En dat is, uh, emancipatie kan je niet stoppen. Um, ja, jij hebt twee emancipatiegolven meegemaakt, Elisabeth. Ja, nou, voor de tweede heb ik inderdaad uh, volop meegemaakt als uh, jongvolwassene. En ik heb wel het idee dat we nu midden in weer een emancipatiegolf zitten. Wat is emancipatie? Emancipatie is een strijd of een, om gelijkwaardig te worden aan een andere groep die zich bovengesteld voelt boven een andere. En, en waarom was dat in de geschiedenis nodig? Wanneer was dat en waarom was dat nodig? Waarom gebeurde het? Nou ja, het, dat is altijd heel moeilijk uit te leggen. In de zin van waarom gebeurt iets? Op de een of andere manier, als ik het dan heb over Noordwest-Europa, hier waren, in de Keltische en de Germaanse tijd hadden de vrouwen. Uh, openbare functies. Ze regelden hun eigen zaakjes. En op een gegeven moment, dat zou je kunnen zeggen onder invloed van, van de kerk en van, het, uh, van de Romeinen, want daar was een vrouw uh, al wat langer van het toneel verdwenen, van het openbare toneel. Is dat ook in heel Europa gebeurd? Eerst door de Romeinen en daarna door het christendom. En dat is ook gewoon heel lang gebleven. Kijk, dus waren wel. Uh, nog dingen waar we hier aan vasthielden aan Keltische en Germaanse tradities. Maar eigenlijk rond 1870. toen gingen in ieder geval in Noordwest-Europese landen. Gingen de vrouwen, die gingen marcheren. massen doen door hun stad. om spreekrecht te krijgen en stemrecht. En ze wilden ook toegang tot hoger onderwijs. Want wat nu zo gewoon lijkt dat vrouwen naar de universiteit gingen, dat was voor 1850 gewoon onbestaanbaar. Uh, Aletta Jacobs, een van de eerste die dus uh, toestemming kreeg om te studeren, moest zich achter een gordijn verbergen, omdat ze anders uh, de collegezaal zou verstoren omdat ze een vrouw is? Omdat ze een vrouw was. Ja. Dus ze mocht, wel, uh, ze mocht wel het onderwijs volgen, ze mocht haar diploma halen en zij studeerde medicijnen. Maar ze mocht geen dokter worden, ze mocht dat niet hmm. gaan praktiseren. Ja. Wauw, stel ik was een vrouw toen, zou ik niet leuk vinden. Nee, ik, <laughs> weet je, ik, ik ben blij dat ik in deze tijd geboren ben. En, uh, en wat bedoel je, Elisabeth, ook voor de kijker met emancipatie is niet te stoppen als we kijken naar vandaag de dag. We hebben. Ik heb de indruk. Kijk, we hebben de eerste golf gehad. We hebben de tweede golf gehad. Die was uh, rond 1970. Uh, ongeveer die tijd. En we zijn nu weer een beetje. Dus het gaat erom: vrouwen krijgen meer kracht. Op de een of andere manier uh, groeit die kracht? En uh, hoezeer in bepaalde landen mannen zich daartegen verweren... en hun vreselijke best doen om vrouwen onder de duim te houden. Ja, het, het kan gewoon niet meer. De geestkracht van vrouwen die is zo groot aan het worden... en misschien nog wel veel meer. Dat, dat is gewoon niet meer te stoppen. En in mijn beleving ook, omdat er een invloed is... vanuit de kosmische, de goddelijke wereld. Omdat het de tijd is dat, dat mannen en vrouwen... Gewoon weer gelijkwaardig worden en samen ja, hele goede oplossingen vinden voor alles in de wereld. Want als man en vrouw zijn we beide in essentie de, de mens, of in de natuurlijke essentie de mens. Ja. Um, en voor de kijker wil ik zeggen, als uh, man, als we gaan samenwerken met de vrouw en daarin die gelijkwaardigheid opzoeken: hé, hey, jij bent net zo capabel als ik om bepaalde, laten we zeggen, werkzaamheden te verrichten. Wordt de wereld veel uh, sterker en krachtiger? En, en eigenlijk, elke sterke man, wa waar komt hij uit? Een sterke vrouw. Ja, en als die een beetje slim is, dan trouwt hij ook een sterke vrouw. Ook al is het wat moeilijker. Ja, ja dat, dat doe ik. Goed zo. <laughs> Helemaal mooi. Ik zou me vervelen als man. Um, en ik snap dat er mannen zijn die, die liever een vrouw willen die onderdaniger is. Of onderdaniger is wel, wel een negatief woord. Die wat verlegener is, ingetogener is. Ik ja. zou me vervelen als man als mijn vrouw niet. In haar kracht en recht stond. Ja, nou goed voor jou. Hartstikke ja. mooi. Nee, nou ja, ik las. Uh, eergisteren las ik ook een stuk over. Op, uh, ergens op social media. over iemand die uh, als man schreef. Van. Uh, weet je. Uh, ga. Uh, als jouw vrouw net een kind gekregen heeft en bosvoeding geeft, gaat het niet zitten zeuren dat alle aandacht naar het kind gaat, nee. maar draag jouw steentje bij, want zij heeft het wel negen maanden gedragen. Nee. Haar lichaam, uh, ja, die uh, heeft gewoon een superkrachtinspanning uh, gedaan en uh, draag daar ook je steentje aan bij, want jullie wilden samen dat kind eigenlijk voor iedere maand. Maand dat zij het in haar buik heeft gedragen, draag jij het op je buik om haar te ontlasten. Nou, ik vond het gewoon een heel mooi verhaal. En toen dacht ik: van uh, het is heel anders dan wat mannen van mijn generatie en van de generatie van mijn ouders, uh, hoe die daarmee omgingen. Maar toen was de samenleving ook gewoon heel anders. Maar ik, dan denk ik wel, als ik zo'n verhaal lees, dan denk ik: ja, dat is een man die het begrepen heeft. Wat nu hmm. zijn rol is als man. Hmm. En dat ook zo uitdraagt. Ja, als man voel ik niks te verliezen als, als de vrouw als persoon tot haar recht komt, zoals ik als man uh, dat recht heb. En dan is het gewoon afspraken maken. En weet je, um, vanuit natuur ja, is er iets dat, dat vrouwen lichamelijk niet altijd uh, of vaker niet zo sterk zijn als mannen. Dus dat, dat maakt verhoudingen. Ja, dat, dat kan max, voor machtsmisbruik zorgen. Ja. Nou, maar nee, maar dat, dat klopt. Dat is natuurlijk het geval. In principe denk ik dat, uh, ja, uh, laten we zeggen, gewoon de lichaamskracht. Dat, uh, ja, dat is als vrouw heel moeilijk te evenaren. Ik denk als je je bewust je beste voor doet. om, om jezelf uh, gewoon uh, gezond en fit te houden. en ook goed te trainen, uh, dat je gewoon heel ver komt als vrouw. En uh, vroeger werd het gewoon niet uh, netjes geacht voor vrouwen om te trainen, om kracht te ja. trainen, om te laten zien dat je spieren had en spierballen. Ja. Mijn vader wilde niet dat mijn zus ging voetballen, omdat hij dat voor jongens vond. Ja, <laughs> ja, ja nee, dat, uh, dat is ook zo. Maar in het begin van de 20ste eeuw uh, ja, mochten vrouwen ook gewoon niet deelnemen aan de Olympische Spelen, geloof ik nog. Ja. Dat was gewoon dat was iets voor mannen. Mm -hmm. Het idee dat een vrouw haar enkels liet zien bij het tennis. Uh, of weet je, dus je had al dat soort gekke dingen. Wat vind je van de uitspraak dat, dat de traditionele familie verwoest wordt als een vrouw te niet gelijkwaardig wordt of gelijkgesteld wordt aan de man? Nou, wat. Kijk, uh, als dat betekent. Nee, ik ben aan het uh, rommelen. Eh. Uh, ik denk dat het belangrijk is, weet je, de traditionele familie die verandert. Maar mensen blijven altijd familieverbanden houden. En, uh, en de families, gezinnen zijn kleiner. Dus ik denk dat daarin ook meer plaats is voor vrienden en vriendinnen. Uh, waar het vroeger uh, heel vaak in families werd geregeld. Dat daar, mensen daar meer hun... De gezelligheid en hun bijeenkomsten uithaalden. Uh, dat mensen die met een, uit een klein gezin komen, een kleine familie, ja, dat die het ook vaak zoeken bij je vrienden en vriendinnen. En dat vind ik net zo goed. Dankjewel, Elisabeth. Graag gedaan. Het ergste vind ik om in mijn eigen secte te belanden: Mijn bubbel, mijn hoofd waar ik niet uit kan ontsnappen. Daarom ben ik blij dat ik met mijn werk, ik heb hier videocamera-apparatuur kan horen wat andere mensen te zeggen hebben over hun leven zodat die, zodat die bubbel soms wordt geprikt van bom, dit is wat voor deze persoon de realiteit is, wat zij in hun leven hebben meegemaakt en wat daardoor hun levenspad is geworden. Het is heel belangrijk zeker voor mij als christen waarbij ik soms dingen snel zou willen bestempelen als oh, dat is slecht, dat komt van de duivel wacht eens even waarom leven mensen zoals ze leven is dat niet mijn taak als volger van Jezus Christus om te snappen. Want Jezus ging niet alleen om met mensen van zijn geloof. Sterker nog, hij kwam met geloof brengen. Leer de mens kennen. Praat met ze. Hoor ze aan. En word er wijzer van. Maar blijf bij God.